Yo Nintendo fans! Morgen is de dag dat The Legend of Zelda Link's Awakening uitkomt voor de Nintendo Switch. En natuurlijk gaan we die keihard spelen op dit kanaal. Maar vandaag wil ik het even met jullie hebben over de trailer van The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Want die trailer, die laat me gewoon niet los. Ik moet hier gewoon even onderzoek naar doen, naar wat hier allemaal gaande is in deze trailer. Dit belooft misschien wel de meest duistere Zelda game ooit te worden. Waarom? Check dit stukje maar even. De grote vraag is natuurlijk, wie is deze boze, mummie-achtige persoon? En daar is maar één antwoord op, namelijk Ganondorf. En nu hoor ik je denken, maar Rick, we hebben Ganon toch al verslagen in The Legend of Zelda Breath of the Wild 1? Ja, dat klopt. Maar Ganon en Ganondorf zijn niet dezelfde persoon. Ze zijn wel verbonden met elkaar, maar ze zijn niet dezelfde. We hebben Ganon dus verslagen in The Legend of Zelda Breath of the Wild 1. En Ganon is een soort van de ziel van het kwaad. Als je even terugdenkt aan Breath of the Wild, dan weet je dat we in iedere Divine Beast een fantoom hebben verslagen. En ook op het einde hebben we niet gevochten tegen een persoon gemaakt van vlees en bloed. Dit was ook een vorm van Calamity Ganon, een soort van geest. Maar waarom hebben we eigenlijk niet gevochten tegen een persoon van vlees en bloed? Omdat het lichaam van die persoon verborgen ligt onder de grond, namelijk Ganondorf. De dievenkoning van de Gerudo wordt onder de grond vastgehouden in de trailer van Breath of the Wild 2. We gaan even terug naar Breath of the Wild 1. Herinner je je de Gerudo nog? Een ras met alleen maar vrouwen. Hele dappere vrouwen die vechten tegen het kwaad, maar ontzettend bang zijn voor mannen in hun dorp. Mannen mogen hier niet naar binnen. En dat komt omdat er iedere 100 jaar één mannelijke Gerudo geboren wordt. En dat is natuurlijk het onvermijdelijke kwaad, Ganondorf. Maar nu zegt de leider van de Gerudo in Breath of the Wild dat er al honderden jaren geen mannelijke Gerudo meer is geboren. Er is iets wat de geboorte van een nieuwe Gerudo-man tegenhoudt. Maar hoe kan dat? De trailer van Breath of the Wild 2 geeft ons hierop het antwoord. Omdat het lichaam van Ganondorf dus niet echt dood is. Wat? Het lichaam van Ganondorf is niet dood? Nee. Luister maar naar de hartkloppingen aan het begin van de trailer. Het hart van Ganondorf. Het lichaam van Ganondorf is in gemummificeerde staat opgeborgen onder de grond. En waarom worden lichamen gemummificeerd? Omdat het lichaam dan langer bewaard blijft. En aangezien er nog leven in het lichaam van Ganondorf zit, wordt zijn leven dus verlengd. Dit heeft de persoon die Ganondorf hier heeft gebracht dus waarschijnlijk gedaan, zodat het kwaad niet na 100 jaar opnieuw geboren kan worden en terug kan keren naar Hyrule. De magie om het lichaam zorgt ervoor dat het lichaam van Ganondorf hier niks kan doen. Nogmaals, we zien dat het lichaam dus niet echt dood is en daarom kan er dus geen nieuwe mannelijke Gerudo geboren worden. Of ja, geboren worden, verrijzen eigenlijk. Het verslagen lichaam was duizenden jaren zo zwak en het werd tegengehouden door magie, zodat het niet meer op kan staan. Het lichaam is op zijn Engels gezegd dus gesealed, oftewel verzegeld. Tot nu. Check de wond en de plek waarop deze magische hand het lichaam vasthoudt. Dit is de fatale wond die van het zwaard kwam, wat het einde betekende van Ganondorf in The Legend of Zelda Twilight Princess. Dit is dezelfde Ganondorf als de Ganondorf die we hebben verslagen in Twilight Princess. Ganondorf wordt hier al duizenden jaren vastgehouden op deze plek, zodat hij niet terug kan keren in een nieuw lichaam. Zie je deze tekens? In een andere video op YouTube legt iemand uit dat dit de taal van de Gerudo is. En hier staat letterlijk Seal Ganon. Maar we hebben hier toch te maken met Ganondorf en niet met Ganon. Misschien is dit wel een waarschuwing voor alles wat we hebben meegemaakt in Breath of the Wild 1. Of is het misschien toch iets anders? Niet iedereen is het erover eens dat hier echt Seal Ganon staat. De vertaling van Gerudo schijnt best moeilijk te zijn. Wat erg interessant is, is de manier waarop Ganondorf hier opgeborgen ligt. Dit is dezelfde manier als waarop we de goedaardige Sheikah-monniken tegenkomen in de shrines. Inderdaad, het is een soort van mummificatie. Alleen de monniken die hebben vrede met hun lot, dat zie je aan hun pose, terwijl Ganondorf duidelijk vecht tegen zijn lot. In een ander stukje uit de trailer zie je een schaduw op de muur. Hier zie je waarom Ganondorf deze houding heeft. Was Ganondorf toch niet helemaal verslagen toen we het zwaard in zijn borst staken
in The Legend of Zelda Twilight Princess. De hand op de borst van Ganondorf houdt het lichaam met magie vast in deze positie. Maar je ziet duidelijk dat er ook allerlei kwaadaardige lucht of rook uit zijn lichaam vloeit. Het is een vreemde zwarte en roze substantie waar we in Breath of the Wild zo hard tegen gevochten hebben. Alle bazen waar we tegen hebben gevochten in Breath of the Wild zijn gevormd door dit vreemde goedje. Ook andere vijanden als Hinoxen en Bokoblins lossen op in een zwart-paarse rook als we ze verslaan. Toen wisten we nog niet precies wat dit was en waar het vandaan kwam. Maar nu weten we dat wel. Dit vreemde goedje komt dus uit het lichaam van Ganondorf. Het lichaam is zelfs in deze staat dus nog gevaarlijk genoeg om heel Hyrule donker en kwaadaardig te maken. Het lichaam van Ganondorf is niet makkelijk te bereiken, zo lijkt het. Kijk maar naar alle spullen die Zelda en Link met zich meeslepen. Dit zijn behoorlijke voorraden. Ze hebben lang moeten reizen. Wordt Ganondorf nu echt sterk? Is het na duizenden jaren nu echt tijd om weer op zoek te gaan naar het lichaam van Ganondorf? Is Ganondorf nu echt weer terug? Ja, en dat zien we aan het einde van deze trailer. Aan het einde van Twilight Princess wordt de nek van Ganondorf gebroken. Diezelfde nek kraakt nu weer terug in de goede positie. De ogen van Ganondorf worden rood. Er zit weer leven in. En in het allerlaatste shot zien we dat het kasteel herrijst. Dit betekent het herrijzen van het kwaad. Het herrijzen van Ganondorf. Maar is er meer? Is er iemand die Ganondorf hier bewust in leven vasthoudt? Omdat hij of zij de energie van Ganondorf nodig heeft ergens voor. En is dat de reden dat Ganondorf niet gewoon gedood wordt? We zien dat zijn geest, de groene letters en een donkere straal naar boven gaan. Het lijkt erop dat Ganondorfs energie hier opgevangen wordt. Maar door wie? En waarom? Krijgen we te maken met nog een andere bad guy in Breath of the Wild 2? Het mag duidelijk zijn dat dit de meest kwaadaardige en duistere Zelda game ooit gaat worden. En ik vind het super tof, want Twilight Princess is een van mijn favoriete Zelda games, juist omdat die zo lekker duister is. Ik hoop dat deze video veel van jullie vragen beantwoordt, maar ik kan me voorstellen dat die juist ook weer veel vragen oproept. Wat zijn jullie theorieën? Laat het achter in de comments, want ik ben super benieuwd. Vergeet ook zeker niet even om dat duimpje omhoog te doen. En abonneer op dit kanaal als je meer toffe Nintendo video's wil zien. En dan zie ik jullie later bij de volgende video. Mazzel!